وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste geliefde broeders en beste zusters. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hoe ga je om met Allah? Hoe ga je om met Allah subhanahu wa ta'ala? Ik heb nagedacht over degene met wie wij omgaan en heb ontdekt dat de beste, zachtmoedigste en vriendelijkste van hen Allah subhanahu wa ta'ala is. Merk op dat één van ons, naar een bepaalde zonde kan verlangen en zich vast voorneemt deze ook te verrichten. Desondanks houdt Allah hem hier niet van tegen. En hij wil dan, en als hij wilt, dan stuurt hij één van zijn soldaten op hem af, waarna het onmogelijk voor hem is deze zonde te verrichten. Maar hij, subhanahu wa ta'ala, is zachtmoedig en geduldig en laat hem zijn gang gaan. Dus wanneer een mens een zonde begint te verrichten, dan bedekt Allah subhanahu wa ta'ala hem en voorkomt hij dat mensen hem zien. Maar waarom? Zodat deze persoon niet tot schande gebracht wordt, uit genade voor deze dienaar, voor deze persoon dus. Als de dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala met de zonde klaar is, roept Allah subhanahu wa ta'ala hem op om tot hem terug te keren. Oftewel, om berouw te tonen. Hij beloont hem zelfs voor deze zonde door deze in te wisselen voor een goede daad. Subhanallah. Bij Allah, het is voor niemand mogelijk om jou met meer vriendelijkheid en meer tederheid, oftewel met nog meer liefde te behandelen dan Allah subhanahu wa ta'ala jou behandelt. Keert hij niet terug naar Allah, dan geeft Allah subhanahu wa ta'ala hem uitstel dat soms zelfs jaren kan duren. Misschien dat hij dan terugkeert en berouw toont. Elke dag roept hij hem op. Allah spreidt zijn hand, 's nachts, uit gedurende de nacht, om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de dag. En hij spreidt zijn hand uit gedurende de dag om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de nacht. Hoe geweldig is hij, subhanahu wa ta'ala. Dus als een dienaar op een dag terugkeert en berouw toont, wordt Allah enorm blij met zijn dienaar. Zelfs blijer dan de dienaar is met zijn terugkeer naar Allah, subhanahu wa ta'ala. Geprezen zij u. U bent de behoefteloze koning en wordt blij wanneer een dienaar tot u terugkeert, terwijl hij degene is die u nodig heeft. Hoe kunnen wij dan niet van degene houden die ons met al deze vriendelijkheid en tederheid behandelt? En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala zichzelf de liefdevolle genoemd. Niets is aan hem gelijk. En nu een vraag voor jullie en voor mij. Hoe ga jij met Allah subhanahu wa ta'ala om als hij je bedekt? Onze Heer, geprezen zij Hij, subhanahu wa ta'ala, Hij bedekt ons vaak. Hoe ga je dus om met Allah subhanahu wa ta'ala wanneer Hij jou bedekt? Ten eerste, aanvaard Allah's cadeau. De bedekking is namelijk een cadeau van Hem, subhanahu wa ta'ala. Velen bedekt Allah subhanahu wa ta'ala niet. Dus aanvaard Allah's cadeau en geef het niet aan Hem terug. Iemand kan zeggen, ik begrijp het niet. Hoe kan ik het teruggeven? Sommige mensen geven het terug door mensen bijvoorbeeld en anderen en henzelf tot schande te brengen. Openbaar je jouw zonde? De bedekking is een cadeau die je niet hoort terug te geven. Dat is onbeleefdheid jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Dus aanvaarden wij zijn cadeau. Wat is eigenlijk het nut om jezelf tot schande te brengen? Sommige mensen praten bijvoorbeeld over zondes die ze jaren geleden begaan hebben en waarvoor ze in hun jeugd berouw hadden getoond. En sommigen zeggen, iedereen praat over zijn verleden en daden. Is dat dus een excuus voor ons om over ons verleden te praten en om onze zondes te openbaren en die bedekking weg te halen? Als hij naar een land gaat
waarin iedereen zijn intieme lichaamsdelen ontbloot, zal hij dan ook net als hen zijn intieme lichaamsdelen ontbloten? Nee, hij zal ze natuurlijk bedekken. Goed, net zoals je jezelf als het ware er naartoe beweegt om je lichaam te bedekken, bedek dan ook je ziel en je ego, want die zijn namelijk ook belangrijker. Geprezen zij Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar de zachtmoedigheid en geduld van Allah met zijn schepselen. Kijk naar de zachtmoedigheid en geduld van Allah met zijn schepsels. Een dienaar doet Allah subhanahu wa ta'ala onrecht aan door te zondigen. Allah. Een dienaar doet Allah onrecht aan door te zondigen. En desondanks reageert Allah, de sterke en de koning, niet op zijn onrecht door hem tot schande te brengen. Maar hij geeft hem, hij geeft jou en mij, deze bedekking die de dienaar ook nodig heeft. Deze bedekking is kostbaar, geliefde broeders en zusters. Maar desondanks maakt de dienaar het nog erger door naast het zondige dit cadeau niet te aanvaarden. En door tussen zijn vrienden met trots te praten over hetgeen wat hij begaan heeft. Ja, ik heb dit gedaan. Of ik heb zus gedaan. Of ik heb dit gedaan. Ik ben daar naartoe geweest. Een vraagje, hè? Deze persoon die zichzelf blootgelegd heeft en het cadeau van Allah teruggegeven heeft, wat zal hem overkomen? Wat zal hem overkomen? Allah subhanahu wa ta'ala zal hem behandelen met hetgeen hij verdient. Maar hoe? Let op. Als een mens een zedeloosheid begaan is, oftewel een zonde, en men hem wil bestraffen, en vervolgens een van hen opstond en hem in zijn huis bracht om hem te bedekken. Wat die persoon daarna deed, was dat hij de foto's van hem tijdens het begaan van die zedeloosheid overal verspreidde en op het internet plaatste. Wat zal de eigenaar van het huis dan doen? Ongetwijfeld zal hij hem uit huis gooien. Ik bedek jou en dan doe jij koppig en breng je jezelf tot schande? Dat is een normale reactie. Dat getuigt ook van de eer van de eigenaar van het huis, vanwege de onbeleefdheid van deze persoon. Tuurlijk, je wilt bedekt worden of iemand wil je bedekken en jij zorgt ervoor dat je alsnog niet bedekt wordt. Goed, dit is de reactie van een schepsel. Allah subhanahu wa ta'ala is eerwaardiger, edeler, geweldiger, groter, liefdevoller. Dus zal Allah op de dag des oordeels alle mensen vergeven, behalve deze persoon die de bedekking van Allah subhanahu wa ta'ala niet aanvaarde. Want in eerste instantie wilde Allah subhanahu wa ta'ala jou bedekken. Maar jij, beste broeder en zuster, jij hebt dit cadeau niet aanvaard. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, mijn hele umma, let op, mijn hele umma zal vergeven worden, behalve degene die openlijk zondigen. En het behoort tot het openlijk zondigen dat een man 's nachts een daad verricht waarna Allah hem bedekt. En hij de volgende ochtend zegt, o jij, ik heb gisteren dit en dat gedaan. Zijn Heer heeft hem de hele nacht bedekt. En de volgende ochtend verwijdert hij zijn bedekking. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala oprecht om het voor ons makkelijker te maken en om ons te vergeven en ons te bedekken. Er bestaat namelijk ook een slimme manier van omgang met Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah subhanahu wa ta'ala namelijk jouw zonde bedekt heeft, gehoorzaam je hem wanneer je alleen bent en niemand je ziet. Net zoals hij jou bedekte toen je alleen was en niemand jou zag. Je kunt hem gehoorzamen door bijvoorbeeld in het geheim een sadaqa uit te geven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, sadaqa in het geheim dooft Allah's woede. Of verricht 's avonds een aantal gebedseenheden wanneer niemand je ziet. Bijvoorbeeld wanneer je thuis bent, alleen op je kamer, zonder dat anderen weten dat je aan het bidden bent. Dus dat het alleen tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala is. Verricht een goede daad en blijf dit ook vasthouden. Want blijf hem ook voor de rest van je leven verrichten. Al is het een kleine daad, zoals het voeden van een dier. Maar dan wel in het geheim. De rechtschapenen hielden ervan om goede daden in het geheim te verrichten, waar niemand wat van zou weten.
nog hun familie, nog hun echtgenotes. Het behoort ook tot de goede omgang met Allah subhanahu wa ta'ala dat je zijn bedekking ook behoudt. Het hoort geen tijdelijke bedekking te zijn die je na een jaar of twee verwijdert. Deze bedekking moet je gedurende je hele leven behouden. Oké, makkelijk om te zeggen. Maar goed, hoe behoud ik deze bedekking? Daar hebben we namelijk ook het volgende voor nodig. We moeten ervoor zorgen dat we ook bepaalde daden verrichten, waardoor Allah subhanahu wa ta'ala ons blijft bedekken. Maar wat is deze daad dan? Dat is het bedanken. Bedank Allah subhanahu wa ta'ala voor zijn bedekking. Bedank hem voor deze mooie gunst. En dan zal hij ook, subhanahu wa ta'ala, zijn bedekking niet van jou afhalen. Sterker nog, als je wat meer van deze bedekking in de toekomst nodig zal hebben voor de daden die je gaat verrichten, en die zullen er ongetwijfeld komen, dan zal hij jou ook nog meer bedekking geven. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook namelijk, en gedenkt toen jullie Heer bekend maakten, als jullie dankbaar zijn, dan zullen wij zeker jullie genieting vermeerderen. Je kunt ook iets anders doen waardoor deze bedekking op jou blijft. En dat is dat je zijn dienaars bedekt. Oftewel, bedek je broeders en zusters in de islam. Ga niet met hun bedekking weglopen. Doe met de schepselen hetzelfde als Allah subhanahu wa ta'ala met jou had gedaan. Zelfs met de niet-moslims. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, een dienaar, in een vertaling zegt hij, een dienaar zal geen dienaar in de wereld bedekken zonder dat Allah hem op de dag des oordeels bedekt. Allah, stel je voor. Allah, dit is een geweldige zaak. Stel je voor dat de mens op de dag des oordeels staat tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En alle mensen om hem heen naar hem kijken, terwijl hij bang is dat zijn fouten worden onthuld, oftewel openbaar worden gemaakt, die hij van hen in de wereld verborgen hield. En de schande vreest. En zich hier eigenlijk ook voor schaamt. Stel je voor dat hij of jij, beste broeder en zuster, wanneer hij zijn vader Adam alayhis salam voor het eerst ziet, tot schande gebracht wordt. Bij zijn eerste ontmoeting met Musa en Isa alayhis salam, de familie van de profeet en zijn metgezellen, radiyallahu anhum. Bij zijn eerste ontmoeting met de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wordt hij dan tot schande gebracht. Dat is een moeilijke zaak, beste broeders en zusters. Een zaak die we natuurlijk ook zelf niet willen hebben. En nu weet hij dat Allah subhanahu wa ta'ala hem zou kunnen bedekken of de schande brengt. En ook zijn fouten onthult. En plotseling ziet hij, en dus ook wij, dat Allah subhanahu wa ta'ala de bedekking voor hem kiest. Overgeleverd is dat hij dan ook zegt, ik heb het voor jou in de wereld bedekt en zal het nu voor jou vergeven. Vervolgens ontvangt hij zijn boek waarin zijn goede daden staan in zijn rechterhand en zegt hij tegen de mensen, neemt en lees mijn boek voor. Hij laat hen zijn goede daden zien en vervolgens treedt hij het paradijs binnen en niemand zal wat van zijn fouten, oftewel zondes of zijn schandalen weten. Waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala mij al dit vergeven? Herinner jij je het moment in het wereldse leven toen je een persoon bedekte? Terwijl de shaitaan meerdere malen probeerde om jouw wraak te laten nemen, door bijvoorbeeld de zonde van iemand anders te openbaren, door te zeggen, ja, maar die heeft dit en dit gedaan en die heeft dit en dit gedaan. Ja, weet je, die heeft zus en zus gedaan, dus en zus verricht. Nu, wanneer je je tong bedwingt, nu pluk je er de vruchten van. Dit behoort tot de mooiste gevoelens die een mens op de dag des oordeels kan ervaren. Dat hij bedekt het paradijs binnentreedt. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala ons te bedekken en te vergeven. En ons ook standvastig te maken in het aanvaarden van dit prachtige cadeau dat Allah subhanahu wa ta'ala ons ook gegeven heeft. En dat is het accepteren van dit cadeau. Het accepteren van het cadeau dat wij ook die bedekking van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gekregen. En ons in zijn tuinen der gelukzaligheid te verzamelen.
en met de profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten. En de oprechten dus die ook wisten hoe zij dit cadeau moesten aanvaarden. En ook hoe zij hun naasten moesten bedekken. En ik verwacht het beste van hem, subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alameen. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. En ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering van Hoe ga je om met Allah? Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin.